Dan begin jij er ook niet over. Dan begin ik daar niet uit mezelf ook over van... Zo, so, hoe was het vandaag met scheiden? Nee, nee. <laughs> en, uh... Welkom bij de Slimmer Presteren podcast. Jouw wekelijkse kop koffie met wetenschapsjournalist Jurgen van Tevelen en ik, middle-aged man in Lycra, Gerrit Heiko. Over sport, onderzoek en innovatie. Voor mensen die hun grenzen willen verleggen... Maar daarbij de grens tussen onzin en zinvol niet uit het oog willen verliezen. In deze aflevering praat ik met Jurgen over slimmer presteren met probiotica, zinvol of onzin. Wie veel sport moet kunnen vertrouwen op gezonde darmen. Volgens de probiotica makers kunnen drankjes of poeders met levende bacteriën hierbij helpen. Maar welke bacteriën moet je dan precies slikken? En kunnen probiotica inderdaad de sportprestatie verbeteren? En hoe zit het met prebiotica en postbiotica? Voordat we beginnen, nog even drie dingen om aan te denken als jij zelf ook slimmer wilt presteren. Nummer 1. Druk nu gelijk even op abonneren, zodat je altijd direct in de gaten hebt wanneer er een nieuwe aflevering online komt. Nummer 2. Weet dat je Jurgen en mij ook kunt boeken voor jouw volgende bijeenkomst als spreker of presentator. Neem gerust eens contact met ons op via de contactgevers hieronder. En 3. Deze podcast wordt geproduceerd en gesponsord door Live Online Events. Serieus goede content rondom jouw congres of event. Check www.loe.tv voor meer info. Juge, hey, goedemorgen. Goedemorgen. Goed om beter? Goed om beter. Ja, wel mijn handen ook even goed gewassen. Want uh, <laughs> ja, al die bacteriën. En alle biotica, ja, ja. Van je handen afgeschud. Ja, 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 ja Het is, uh, de aflevering komt uit op de vrijdag dat ik vanmiddag op de boot naar Ameland ga. Morgen lekker de Ameland Adventure Run. Niks avontuurlijks aan, maar Hoeveel uh, kilometer? Halve marathon. Ah, Oké. Okay. Misschien wel de laatste lange afstand voorlopige programma. Voor jou, hè? Ja, ik en heb jij... toch bedacht, we gaan maar eens een jaartje voor kort en heftig. Ja. Eerste divisie uh, triatlon teamcompetities, run bij run wedstrijdjes. 15 kilometer PS. Dat soort werk. Precies. En dan uiteindelijk gewoon 800 meter, 400 meter. Nou, ik weet niet of ik zo ja, kort. Ja, ik heb, ja, zo ik heb nog nooit op een baan gereest. Nou, kunnen ja. we eens kijken. Leuke, leuke dingen. Maar eruitzies. ook voor een korte wedstrijd uh, moet je de darmen goed onder controle ja, houden, denk zeker. ik. En ja. misschien de darmen wel uh, wat beïnvloeden met zogenaamde. Probiotica. Ja. We gaan uh, ons afvragen deze aflevering... wat de rol van gezonde darmbacteriën is voor de sportprestatie. Wat probiotica zijn. Wat zit erin? Hoe worden ze aangeboden? Wat doen ze dan voor de algemene gezondheid... en specifiek voor de sportprestatie? En wat zijn pre- en postbiotica dan maar? Um, bij het begin beginnen? Ja, namelijk, altijd toch? Darmflora, ja. darmbacteriën ja, ja, en sport. Hebben we het wel eens eerder 9, over gehad? Ja, hebben ja. het ook wel eens... Uh, nou, dat zit... Uh, Zo'n beetje evenveel bacteriën in je lijf dan er lichaamscellen zijn. Zo, nou, dus, miljoenen? Uh, ja, miljarden zelfs. En dan ga je natuurlijk afvragen, hoe? Bacteriën, oh, die zijn toch allemaal slecht? En dan krijg je een verkoudheid van, of erger? Nee, want er zijn dus ook heel veel goede bacteriën. Het gaat uiteindelijk om een soort balans tussen die twee. En bacteriën hebben dus uh, allerlei functies... Uh, ja, die belangrijk zijn, niet alleen voor de gezondheid, maar misschien ook wel voor de sportprestatie. Dat hebben we toen in aflevering 9 al, al nader bekeken. Los van het feit van, ja, je moet uh, uh, koolhydraten en, en andere stoffen wil je opnemen tijdens het lopen. Mm -hmm. Heb je ook toch wel vaak bij een langdurige inspanning weer last van die darmen? Omdat, uh, ja, het idee is daarachter toch weer, uh, nou, er gaat... Te weinig bloed, minder bloed naar de darmen toe. En die gaan daarmee protesteren eigenlijk. Het heeft ook weer te maken eigenlijk met bacteriën die daar stofjes gaan afgeven. Die kunnen een ontstekentje geven. Nou, en dan uh, geef je een ontstekingsreactie. Waardoor uh, ja, het kan gaan van diarree tot, tot braken, tot uh, nou ja, krampen. is ja. een toren. negatieve invloed van de darmen op een sportprestatie. Ja. Als het misgaat met ja. de darmen. Andersom. Zijn ja, maar was het... ook belangrijk voor een nou, goede prestatie? Ja, nou ja, in muizen wel. Daar was toen destijds een hele hype, omdat er een, een studie was gedaan in Nature. Dat is wel een, een belangrijk tonigevend blad, een blad. blad. Weliswaar in muizen. En die hadden dan schijnbaar een bacterie uh, gevonden. Een sportieve darmbacterie, die bacterie die zou helpen de sportprestatie. En wat, nou, even kort, hadden ze gedaan, ze hadden de, de poep verzameld van uh, marathonlopers uh, die meededen aan Boston. En dan hadden ze even één bacterie geïsoleerd, waarvan gedacht, hé, hey, die popt wel vaak op en misschien wel gerelateerd aan de prestatie ook nog. Nou, daar verder naar gekeken in muizen. En dan zagen ze wat eigenlijk als ze die bacterie weghaalden, of juist gaven, dat dat invloed had op de prestatie. En, en wat die prestatie kent vele voorbeelden? Ja, op een, een, een looprad in dit geval. Gingen ze uh, langer lopen, harder lopen? Uh, langer lopen. Oh, ja. En dat ging er met name om, als ik het goed herinner, dit was een bacterie die deed het goed op lactaat. Mm -hmm. Dus er was een bacterie die snoepte eigenlijk het lactaat weg en die maakte daaruit uiteindelijk een korte keten vetzuur. Propionaat en propionaat werd dan weer teruggegeven aan het lichaam. En propionaat, ja, kan onder andere ook als een soort brandstof werken. Okay. En, uh, en dat was eigenlijk het idee erachter: van hey, je snoept lactaat weg. Nou, dat is goed. Daarmee hou je de lange vol. En aan de andere kant krijg je een extra brandstof, wordt toegevoegd vanuit die bacterie. Maar ik hoor jou spreken in de verleden tijd. Aflevering 9 is al ja. uit begin 2020. Dat is inmiddels, uh, als deze aflevering uitkomt, bijna vier jaar geleden. Ja. zo lang zijn wij al bezig. Voortschrijdend inzicht? Ja, het, het werd toen ook al gezegd dat het lastig is om gewoon af te gaan op één bacterie. Uh, muizenstudies die zijn een stuk uh, positiever als het gaat bijvoorbeeld om nou ja, ook effecten van probiotica. Daar gaan we het zo echt over hebben. Maar ook van poeptransplantatie. Dat zijn de studies die vaak in de media komen van dat je. De poep van gezonde muizen in obese muizen uh, plant, zeg maar. Dus, en daar. Mm. En dan kijkt van: daar worden ze ook dunner of slanker van. Of ze worden daar gezonder van. Dus dat op die manier. Nou ja, de darmen. als je die uh, gunstig manipuleert. dat dat gunstige. Uh, of, uh, gond, gezondheidsvoordelen geeft. Uh, dat is wel ja het blijft nog een veelbelovende uh, denk ik uh, sector van van onderzoek maar lastig om omdat het complex is er zijn 500 tot 1000 verschillende bacteriën in je darm ja je kan heel moeilijk inzicht krijgen in hoe zitten die bacteriën precies daar waar zitten ze precies zitten ze bij elkaar er leven ook nog virussen bacteriofagen dus Ik heb ook wel eens geleerd dat elke want ja. zo noem je dat dan, zo'n darmflora. Is bij ieder mens anders, ja, toch? Klopt. En een van de dingen van de problemen van muizenstudies vertalen naar mensen, is dat muizen vrij identiek zijn. Klopt. Op allerlei ja. aspecten. Dus als ja. je iets in muizen vindt. Dat wil het helemaal niet zeggen dat je dat in alle mensen. Gaat Heel vinden. goed punt, Gerrit, want daar nemen ze vaak muizen inderdaad van van één stam die allemaal hetzelfde eten ook krijgen en ja. eigenlijk dezelfde lichaamsbeweging en omgeving. En dat is, uh, we weten dat het microbiome, hangt af onder andere van het eten, allerlei voedingsmiddelen, nou koffie, alcohol, uh, you name it, koolhydraten. Nou suikers zijn ook goed uh, bacteriën doen het goed op veel suikers. Dat wordt dan ook wel eens gezegd dat ja, atleten juist een, ja, een andere darmflora ook hebben. Omdat die relatief veel meer koolhydraten uh, eten. Ja. Sporten heeft dus een invloed. Het uh, inspanning. Ja. de manier waarop je traint, hoe vaak, intensiteit. Leeftijd, nou ja, noem maar op. Ja. Dus van inderdaad, je, je, je bent je darm of zo. Dat zijn wel die boeken die verschijnen. Of uh, ja, waarschijnlijk zoals we daar zitten, is jouw darm uh, heel anders bio, dan, het jouw. Anders dan de mijne Dus wat ja. is de aanleiding dat we hier aan het eind van 2023 nog eens over ja, gaan hebben? Ja, omdat probiotica is toch wel een, uh, ja, een tak. Uh, een, een sector waar veel uh, geld, heel veel geld in omgaat, vooral in Amerika. Even bij het begin beginnen. Wat is probiotica? Ja, dat zijn eigenlijk, ja, ik ken ze nog van uh, de good old Yakult bijvoorbeeld. Dat ja. zijn uh, melkdrankjes, zuiveldrankjes, maar ook pillen of poeders met uh, levende bacteriën erin. Okay. En dan met gezonde bacteriën hebben ze het dan over. Met het idee van, ja, neem je die in, dan nestelen die zich in de darm. En dan, dan zorg je eigenlijk dat jouw darmen ja, ook een, gezond worden, zeg maar. Eh, daar mocht er een verstoring zijn. En dat dat kan helpen bij jouw gezondheid. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft gedefinieerd als zijnde uh, levende bacteriën die in, uh, mits, ja, wanneer in voldoende mate in de darm uh, terechtkomen, gezondheidsvoordelen geven. Oké, okay. dus de biotica is het aspect. Het zijn levende bacteriën. Ja. En de pro. Is het idee dat ze gezondheidsbevorderend zijn? Ja, ik weet niet of je het zo kan. We hebben het straks over prebiotica ja, en postbiotica. <laughs> ja, nee, dat zijn post, of de, de probiotica zijn zelf de bacteriën zelf, de pre. Dat zijn eigenlijk de stoffen waar bacteriën het goed op doen. En de post uh, uh, biotica. Ja. Dat zijn eigenlijk de stoffen die de bacteriën weer produceren. Oké. Okay. Dus maar dit zijn die zou je ook nog kunnen innemen. Nou, okay. ja. Maar in ieder geval, dus levende bacteriën, gezondheidsbevorderend, ja. grote industrie, zeg jij. Heel grote industrie. En dan zijn ja. we altijd een beetje alert. Als ja. podcast die op zoek is naar inkomstenbronnen, hebben wij een webshop, ja. krijgen wij gratis schoenen. Maar vandaag zijn we op geen enkele manier met ja. geen enkele partij zaak aan het doen. We wilden uiteindelijk hier uh, ook probiotica gaan zitten proeven. We, hebben we niet je gedaan. Niet aan, hè? Hey. Jij noemt Yakult, uh, is een merk, er is allerlei andere merken. Ja. No ties met de industrie in deze podcast. Ik ik neem het ook niet. Jij, uh, nee, soms dat is de volgende vraag. zo hè daar het? zit wel eens wat nee, in. Uh, ja, Oké, okay, ja. maar dat is gewoon voeding. Ja. Maar heb jij nee. of neem jij probiotica? Nee, neem ik niet. Ik ook niet. Nee. Is dat een probleem voor deze aflevering? Nee, dat we dat weinig ik, eigen ervaring dat hebben? Dat denk ik helemaal niet, omdat er misschien wel andere manieren zijn om. Kijk, het, 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 het lastige is dat die, uh, elk land gaat een beetje anders om, ook met de regels van wat er nou precies op een pakje of pilletje mag staan. Uh, dus op een gegeven moment, in het begin werden die claims echt gemaakt. Geeft gezondheidsvoordeel, dat is volgens mij afgehaald. Nu lees je vaak, geeft een gezonde darmomgeving. Pas Beetje... bij een gezonde leefstijl ja, of zo, precies. toch staat er dan. Ja, op die ja, ja. manier, omdat er toch best wel veel, denk ik, uh, producten zijn... waarvan ze niet glashal, uh, glashard kunnen maken van... Of er voldoende levende bacteriën zijn die het maagzuur ook kunnen passeren. Dat is natuurlijk echt uh, even lastig. Kijk, uh, al die bacteriën komen eerst in die maag terecht. Nou, ja, dan, dan moeten ze wel levende komen. Daar moeten ze heen komen. En dan moeten ze zich in die darm ook wel ja, uh, weten te nestelen en daar een beetje blijven. En, uh, en niet meteen uitgepoept worden, et cetera. En dat blijft best wel lastig, omdat die studies. Ja, hoe ga je dat precies onderzoeken? Hè? Dan kun je niet gewoon samplen uit die darmen en dan kijken wat voor. Ja, uh, dat, dat, ja, dat kan. Maar is dat per se? Ik denk dat wat uitgescheten uh, uh, en uitgescheiden ja. wordt. Ja, dat is juist uh, de bacteriën die, ja, die niet wordt meer van overleven. Noem, daar, maar zeg ik bedoel, maar, ja, dat bedoel je niet. Ja, een stukje ja. wandschapen of zo, net zoals je uit. Ja, een, uh, maar je hebt dunne darm, dikke darm, darm ja, ja. endeldarm... daarom. Dus kort antwoord is nee. dat nee. kun je niet zomaar ik denk, even ik, samplen. Ik Komt die studies eigenlijk weinig tegen, behalve in muizen, waar ze ja, echt wel. Uh, dat durven ze dat. Ja, en dat geeft ook aan dat volgens de EFSA, de Europese Voedselautoriteit, is maar. Een product waarvan zij zeggen: goedgekeurd pro probioticum. En dan gaat het in dit geval wel om yoghurt. Uh, waarvan uh, daar zitten bacteriën in. die mensen die lactose intolerant zijn. helpen die bacteriën om juist dat die mensen lactose kunnen afbreken. Dus okay. melkzuiger kunnen afbreken. Okay. Dat kan je wel bij voorstellen natuurlijk. Ja. Dat nou, als je dan die bacteriën erin geeft. Nou, dat zal dan wel gecheckt zijn, ook uiteindelijk, dat die mensen inderdaad niet die klachten krijgen die mensen met uh, lactose-intolerantie hebben. En dat, maar dat nogmaals, dat is het Europees, die zijn strenger bijvoorbeeld dan in, in Amerika. Maar het, het geeft wel aan van nou, voordat je eigenlijk die claims mag maken van gezondheidsvoordelen, ja, die. die Echt, die zijn nog uh, ja, heel weinig wetenschappelijk inderdaad aangetoond. Jurgen, je bent geen microbioloog en ik wil niet te ver ja. onder de motorkap. Maar als jij al zegt, er zijn miljarden bacteriën ja, in je ja. darmen, is dan... Probiotica, probiotica. Wil, wat ja. je op de markt koopt, is dat, dat dan altijd hetzelfde? Nee, want soms is het uh, één bacterie en dan moet je ook nog kijken. Ja, je hebt een, een stam en daar een onderstam van en, en dan een soort daarvan. Uh, en soms wordt er een mix gegeven van verschillende soorten bacteriën. De meeste die je tegenkomt zijn de, uh, de bifidobacteriën en de. Ja, de andere bepaalde bacillen, in ieder geval, ja, dus dan moet je goed op het potje kijken. Maar nogmaals, ja, ik zei: je hebt miljarden bacteriën, je hebt ongeveer 500 tot 1000 verschillende soorten, en het is best wel lastig aan te geven: nou, dit is een positief of een gunstig bacterie, dit weer niet, dus. Elke fabrikant lijkt zijn eigen product te maken met zijn eigen bacterie, of juist een mengsel van allerlei bacteriën met verschillende hoeveelheden. En, en dat kom je eigenlijk ook terug in het onderzoek: dat er ja, nooit goed gekeken is van, nou, we nemen één bacterie en dan gaan we kijken bij verschillende concentraties naar bijvoorbeeld want dat wordt vaak gezegd van uh, bevordering van het immuunsysteem of het vermijden of verminderen van het aantal infecties. Alles loopt eigenlijk, als je kijkt in ieder geval de wetenschappelijk onderzoek bij mensen dwars door elkaar heen. Hm. En dan maakt gewoon het heel moeilijk om de vinger erachter te krijgen van ja, dit product is dat nou echt wel gunstig voor mensen, bijvoorbeeld atleten of, of sporters. Wat we wel in ieder geval weten is: nou, de, de Cochrane uh, onderzoeken: dat is eigenlijk het grote netwerk van onderzoekers die ook kijken als, als review of meta-analyses. En dan praat je echt over honderden tot misschien wel meer uh, studies die gedaan zijn. Daar springt één ding echt naar voren waarvan ze zeggen: ja, daarvan zijn we wel overtuigd dat probiotica of het innemen van probiotica, of het nou via een, een zuiveldrankje of een pil of een, een poedertje is, kan helpen, is het verminderen van het aantal uh, luchtweginfecties. Oh ja, en ik, ik kan daar ja, luchtweginfecties is uh, verkoudheid. Ja, en verkoudheid, wat wij nu precies. alweer ja. weken sniffen, kuchen. Ja. En dan lijkt het erop dat je nog steeds wel je neusverkoudheid krijgt, je nog wel. Maar hij, hij lijkt ergens tegen te houden dat hij dieper gaat. Dat hij uiteindelijk ook in die, die, uh, ja, de bovenste luchtweg naar de onderste luchtweg. Dat, daar, uh, dat het daarvoor zorgt. Ik moet Nogmaals, zeggen, mijn is interesse vermindering heb je. van. Ja, ja, mijn interesse heb je. Want ik loop al weken sinds dat die wintertijd is ingegaan. Om de paar dagen weer te kwakkelen en te snuffen. Ja. En maar weer een multivitamine -pil ja. erin te jassen. Eigenlijk kan je er prima probiotica nemen. Uh, dan moet je dan wel... Dagelijks doen. Uh, minimaal uh, ook de tijd voor nemen. Je gaat maar wil wel... je de tijd voor nemen? Nou ja, kijk, voordat die bacteriën uiteindelijk zich genest oh, zo. hebben. Maar ik wou zeggen, dit eet je toch als ja. een supplementje, gewoon ja. bij je ontbijt ja. of zo. Ja. En dan uh, je kan wat darm en uh, klachten in het begin wel krijgen. Oh, ja? ja, dat is wel een beetje een, een bijwerking van probiotica. Nogmaals, dan is het wel een beetje uitvogelen welke je dan zou moeten nemen. Maar in principe lijkt het ja, Want in, in deze studie, studie, deze luchtwegeffecten, ja. was daar gespecificeerd wat het was? Nee, want ze hebben gewoon. Alle studies die met probiotica gedaan zijn, oh op één hoop gooien. Maar de meeste lijken gewoon prima en gunstig te zijn. Uh, er zit wel een prijskaartje aan. Ja, ik, uh, ik keek even op, op internet. Ja, je praat toch heel snel voor een potje. Nou, ik weet niet hoe, hoe lang je ermee doet, van nou, pak een meter 30 euro. 30 oh, ja? euro. Ja, het zijn, uh, oh. zijn dure dingen. Ik ben ik alweer iets minder geïnteresseerd. Ja. Maar en, en ik vind het nog steeds lastig in te zwellen. Hoe kan nou iets wat je, je, je gaat je darmen nou ja, uh, uh, veranderen? Je darmsamenstelling, je microbioom daar. Dat dat gunstig effect heeft, juist uh, ja, weer verderop in je luchtwegen. Daar kom je uit van, en ik ben geen immunoloog, dat dus die bacteriën een belangrijke rol spelen bij de werking van het immuunsysteem. Oh ja. En dat lees je dan wel vaak, hè? versterkt het immuunsysteem, et cetera. En nou ja, dat geeft maar aan dat uh, bacteriën ook een belangrijke rol ja, daarbij uh, bij, bij de weerstand eigenlijk. Interessante uh, vraag. Geven. Jij zegt in de eerste deel van deze zin, je gaat je microbioom veranderen. Ik heb wat internetwijsheiden uh, ja. gezien. In hoeverre, als ik stop met slikken, blijven die bacteriën daar dan leven? Of is het dan voorbij? Ik vind het heel moeilijk, Gerrit. Want soms denk ik, ja, uh, je, bent, je hebt een belangrijke race en je moet drie keer kakken. En je raakt aan de dunne. Ik weet niet hoeveel je dan precies bijvoorbeeld kwijtraakt. Ja. Kijk, het, wat we wel weten is, dat is, nu weer een studie in muizen... Die zijn lekker extreem. Als je antibiotica neemt, ja. Ja, dan hang je. Dan spoel je echt gewoon heel veel bacteriën uit. Ook je goeie. Die of, uit ja, je darmen? Ja, maar die maak je allemaal stuk eigenlijk. En dan verander je echt wel je darmmicrobiome uh, substantieel. Mm -hmm. Dus een studie in muizen, die hebben ze uh, denk een paar weken laten trainen. En dan op een looprad gezet en kijken of ze nou ja, uh, harder gingen lopen. Nou, het werkt perfect. Mooi protocol in die muizen en dan hebben ze ook een andere groep muizen antibiotica gegeven. En dan zien ze eigenlijk met hetzelfde programma, denk je ja, hoe voelde zich die dan niet beroerd die beesten? Ja, waarschijnlijk niet, die konden dat wel. Maar uiteindelijk was die loopprestatie dus nul verbeterd. en dat zet je te denken dat er bijna een trainingseffect in ieder geval in muizen is gewoon het gevolg van het wel of niet van ja, iets wat er in die darmen gebeurt. is ja. stuk heel extreem. Dus wat jij zei, ik, ik weet het niet. Ik denk, er zijn wel studies gedaan van, ja, maar dan ga je, dat, dat mensen inderdaad uh, een, een training laten ondergaan en dan zie je, wat je met name ziet, is dat de variatie in je tussen, ja, van verschillende bacteriën toeneemt. Mm -hmm. En dat wordt altijd gezien als, als gunstig. Dat mensen met, met astma, diabetes, cetera, die hebben minder verschijnheid aan, aan bacteriën. Maar in hoeverre je zegt, als jij stopt nu uh, met het nemen van probiotica, of dan na een maand nog steeds. Ja, die, dus dat is één, goed, die, die bacterie moet terechtkomen daar en moet het daar naar, hun, naar zijn zin hebben. Ja, moeten daar dus die kunnen moet overleven. gevoed worden. Ja. Die moet zich daar gaan nestelen. Die moet genoeg uh, brandstof, voedingsstoffen krijgen. En daar uh, ja, een, een uh, bijna een eeuwig leven zien te krijgen. Dat zijn ja, allemaal vragen die, uh, die eigenlijk nog niet opgelost zijn. Wat ik jou ook hoor zeggen is dat het dus niet per se gaat om meer bacteriën, maar om de verscheidenheid. Ja, waarschijnlijk verscheiden, de, ja, de beste effecten lijken te zijn toch met. Uh, vers, ja, nou, ook in het potje meerdere bacteriën. En uh, uiteindelijk klopt van uh, zo, maar, ja, de, wat, wat, wat het precies wil zeggen, dat een gezonde, uh, gezond darmbiom, uh, microbiome, is juist eentje met heel veel verschillende bacteriën. Ja, exact, exact. Ja. Hey, een van de aanleidingen voor deze aflevering, los van dat we dit mega interessant <laughs> vinden, uh, is ook een artikel op Topsport Topics. Ja. Een fact sheet. Ja. Eentje waar je zelf al meegeschreven hebt. Ja, dat was de eigen reden. Ik, dat ik, Wat in, in, in is daar het ben. advies voor de topsporters? Nou, eigenlijk, dat zeggen van. Dit is natuurlijk voor sporters gunstig, hè? Minder luchtweginfecties. Ja, vanuit en... de redenering: als ik een luchtweginfectie heb, dan kan ik minder goed trainen. Ja. Minder trainen is minder prestatie. Ja. En dat is ook gevonden in eigenlijk studies echt met uh, atleten die in de winterperiode juist um, probiotica slikten. En uh, daar vonden ze ook dat die uiteindelijk minder inderdaad luchtweginfecties kregen en dus eigenlijk beter konden trainen of. Uh, nu ga je specifiek kijken naar de sportprestatie. Ja, daar zijn ook wel studies gedaan, maar die zijn helemaal niet zo eenduidig. Uh, eigenlijk wat er een beetje naar voren komt is... Nou, qua duurprestatie soms wel, soms niet. Er moet meer onderzoek gedaan worden. Wel, voor het herstel lijkt het wel wat duidelijker dat het herstel, in ieder geval het gevoel van herstel, beter is bij uh, wanneer mensen probiotica slikken. En dan kom je ook weer, ja, hoe zou dat kijken? Misschien die ontstekingsreactie waar we het eerder over gehad hebben, die uh, normaal een onderdeel is van spieraanpassingen uh, bij een spierherstel na een training. Dat het. Dat uh, beïnvloedt, maar daarbij dan meteen wel de opmerking van ja, maar dat is meestal een belangrijk onderdeel van het herstel, natuurlijk: hè, die ontstekingsreactie. Ja, ja, dat hebben we vaak gezien. Die moet je niet te veel in de weg gaan nee, zitten, want dus dat is ook de adaptatie. Waarschijnlijk dus voor het korte termijn herstel dat het ja, inderdaad gunstig uh, werkt: minder spierpijn, uh, maar misschien voor het lange termijn. Uh, en dat is ook wel een waarschuwing die ik ergens tegenkwam voor het langdurig gebruik van probiotica. Daar is eigenlijk weinig over bekend. En er werd ook de angst, een beetje dat je misschien de antibiotica resistentie, wat best wel al een dingetje is, hè, dat uh, niet alle bacteriën goed reageren op antibiotica. Mm -hmm. Dat je dat daarmee door te gaan rommelen, eigenlijk met jouw uh, uh, darmmicrobiom. dat je dat misschien wel een beetje in de hand helpt. Dus dat, dat wordt dat is wel een waarschuwing die ik uh, in ieder geval ook tegenkwam. Ja en verder is het de vraag van oké okay, waar zit dat effect dan precies in? Hè? Is het inderdaad van dat jij en dat is eigenlijk gewoon onvoldoende onderzocht. Is het heb je dan ook bij een hardloop uh, of bij een marathon minder klachten van uh, ja boeren? Scheten, ja die darmklachten waar we het over uh, of is het het feit inderdaad dat jij door minder luchtweginfecties gewoon beter, beter hebt trainen. kunnen trainen? Ja. Of is het daadwerkelijk zo dat er gunstige sportieve darmbacteriën zijn die lactaat wegsnoepen en dan bijvoorbeeld die korte keten uh, vetzuren geven? Of uh, is het zo dat jij bacteriën in je darm hebt die heel goed koolhydraten kunnen kapotvreten? Ja. Dat je meer energie kan opnemen. Maar Jurgen, we zitten hier niet om vragen te stellen. Nee. We zitten hier voor antwoorden. Ja, nee, maar dat. Dus we hangen erbij van. Dat we, hebben, we hebben nu een, een pak een beetje, denk ik, twintig studies gedaan. Een paar belovende resultaten. Ja. ja, ja. En, maar ik hoor je zeggen niet genoeg om volgas te zeggen: hop, allemaal aan in de orde. In die fact heb ik in ieder geval aangegeven van atleten. Nou ja, het is het proberen waard als je met name in die winterperiode voor die luchtweginfecties. Maar ja, hou er rekening mee, we weten niet precies welke bacteriën je dan moet nemen uh, en in welke hoeveelheden. En uh, ten tweede is het natuurlijk graag dat wel oefenen, eh, omdat je last van je darmen kan krijgen. En ten derde is ook een beetje, ja, kan je dit niet bewerkstelligen door gewoon gezond te eten? Ja, want jij zegt net, ik zeg heb je lekker een beetje, zeg je, ik heb yoghurt op. Ja. Is yoghurt hetzelfde? Zijn nou ja, dat ook levende bacteriën? Nou ja, in sommige yoghurt, volgens mij zit daar ook wel bacteriën in. De vraag is of ze levend zijn of niet. Maar we weten in ieder geval, waar doen bacteriën het goed op? Nou, jij noemt het al, koolhydraten. Maar ook op vezels natuurlijk. En dan kom je op het uh, aspect van de prebiotica. Kijk, we hebben allemaal allerlei bacteriën al in ons darmen. Als jij er nou voor zorgt dat die gunstige, de goede bacteriën... het naar hun zin hebben, lekker gevoed worden... Door de juiste stoffen te nemen, ja, dan hoef je niet die levende bacteriën in te nemen. En dan komen die bacteriën om het lijf. Ja, precies. Dus dat je, als het ware, je bacteriën in je buik gaat voeren en daarmee ook gezonder maakt. Zeker. En er zijn een aantal stoffen, nou jij noemde ze al, de koolhydraten. Vezels zijn gewoon goed. Inuline zit veel in fruit. Pectine zit ook veel in, in fruit, groente. Uh, oligosaccharide, ja, is niks anders dan korte uh, suikers eigenlijk. Mm -hmm. En beta-glucanen, ja, dan moet ik even nadenken wat het is. Maar op die manier, dat zijn allemaal eigenlijk uh, fijne stoffen voor bacteriën om uh, die ze gaan gebruiken. Waar ze het goed op doen, vermenigvuldigen, uh, beter gaan functioneren. Uh, dus ja, mensen zeggen ook wel eens van ja werkt dit niet zo goed. Misschien nog wel beter. En ik denk dat daar weer weer neerkomt op gewoon een, een goed gevarieerd uh, voedingspatroon. Vezelrijk. Ja. Genoeg suikers. Ja, en dan juist, juist wel vezels als je niet rondom de race zit. Ja. Want we hebben het anders wel. Nou ja, over die vezels discussie gehad. hebben we het wel ja. eens uh, precies. Helder. Ja. Oké. Okay. Ja. Is er al wetenschappelijk... Een vergelijk gedaan nee. tussen mensen op een dieet zitten met vezelrijk fruit en koolhydraten versus iemand met ik, die probiotica. Ik ben slicht. bang dat ook de fabrikant van de probiotica helemaal niet gaat zitten. Die uh... wil dat natuurlijk niet. Is er dan duidelijk dat wat je, ik snap nu wat prebiotica ja. is, oftewel voedsel voor de bacteriën. Daarmee maak je dus kun je lichaams eigen bacteriën het goed laten doen. Ja. Vraag ik me opeens af, is die probiotica die je inneemt. Zijn dan, dan niet lichaams-eigen bacteriën? Waar komen die bacteriën vandaan? Is dat die zijn ook lichaams-eigen? Ja, zeker. Maar ja. meer van. Ja, en levend al meteen. Dan uh, de, heb Help. je zoiets van: dan, ja, je geeft meteen een sloot bacteriën aan je darmen. In plaats van dat je, nou ja, nou goed, er gaat tijd overheen. Hè, dat die vezels Dat ze moeten die, groeien. Uh, ja. ja, precies. Oké, okay, ja. dus we hebben pre-pro en post-biotica. Post ja. Dat kwam ik laatst tegen voor een of andere uh, darmziekte, meen ik. En toen dacht ik. Nou ja, dat blijkt ook dat dode bacteriën, die doen het ook goed. Um, wat doen en dat die zijn, goed? Ja, als, als zijnde de manier om, laat ik het zo zeggen, nou ja, mogelijk gezondheidsvoordelen of om het darm, uh, het microbiome in de darm te uh, optimaliseren. Want wat het dan is, ja, wat ze verstaan onder postbiome is eigenlijk een la, ja, dode bacteriën. En daarbij wel ook bijvoorbeeld die korte keten vetzuren, mm -hmm. dus de stoffen die zij maken, die aanbieden. En nou ja, waarschijnlijk zit er in de celwand van bacteriën ook wel gunstige dingen, die, uh, nou ja, en of stofjes, en of dat die uh, nog gebruikt kunnen worden weer door andere bacteriën of bacteriofagen. Want bacteriofagen zijn volgens mij weer beestjes, micro-organismen die bacteriën weer uh, opvreten en uh, dingen mee doen. Dus dan zeggen ze eigenlijk ja waarom zou je de hele bacterie meenemen als producent van? Waarom nemen we gewoon niet een uh, ja eigenlijk de stoffen die die bacterie maakt en uh, dienen we die? Brengen toe? we die in? Een ja keer. en dat is in ieder geval in die muizenstudie waar ik mee begon gedaan. Toen ging het om het stofje propionaat, zei ik. Die hebben ze gewoon aan de achterkant in die muis omhoog gebracht of uh, ingebracht en uh, toen gekeken van wat gebeurt er met het propionaat? Nou, dat werd opgenomen in het bloed. En dat, uh, dat geef, werkt uiteindelijk als brandstof voor die betere loopprestatie in die muizen. Uh, andere stoffen, ja, ik, ik noemde al die korte ketenvetzuur, maar het zijn ook aminozuren. leucine die bijvoorbeeld gemaakt worden. Leucine weten we van, uh, uh, dat is een belangrijk bestanddeel voor spiereiwitten. Dus het lijkt dat bacteriën ook de juiste aminozuren kunnen leveren die belangrijk zijn voor de spieropbouw. Okay. Dus het is, uh, ja... Hey, in die postbiotica, is dat dan ook iets wat ik koop en, en inslik of nee, inschep? hoe kom ik daar nog, dan ja, weer aan? Ja, nee, dat zit volgens mij allemaal nog in een experimentele fase. Ligt nog niet in de winkel. Maar daar zijn ze wel mee bezig volgens mij met misschien patiëntenstudies. Of in ieder geval om te kijken op die manier. Maar ja, misschien is het idee van... Levende bacteriën is ook nog niet zo aantrekkelijk, toch? Ik weet niet hoe jij daar tegen ja, aankijkt. Het bal uit, als je zegt: er zit ook een yoghurt, weet ik veel. Ik ja. denk er niet over na. Ja, oké. Okay. Als al je niet toch meteen... een Yakult gaat indrinken, ja. of, of ander merk, wat zo ook, doe je ja. Ik heb het wel eens op hoor. Die beestjes ja, maakt die van dan naar uh, een yogi drinken. Het gaat er niet kriebel bij jou als je nee, het allemaal. Maar, ja. nee. nee, maar ja, het is dus ergens een. Uh, ja, ik denk, er staat misschien nog wel in de kinderschoenen heel veel onderzoek. Aan de andere kant wordt het, ja, het is, het is complex, omdat je eigenlijk te maken hebt gewoon met een systeem met zoveel verschillende bacteriën, met zoveel verschillende functies. Plus het feit dat er allerlei interacties zijn met uh, in de darm zelf. Ja, dat, dat maakt het gewoon, en lastig te onderzoeken wat dat betreft. Ja. ja. Helder. Laten we dan maar eens naar onze sportarts en topcoach Guido Vroemen gaan schakelen. Goed plan. Uh, ik heb van hem nog nooit over probiotica nee. gehoord. Dus onze vraag: uh, schrijf jij je atleten probiotica voor? Nou, ik weet de antwoord wel wel. Maar hij uh, heeft er dan vast uh, een gezoute of ongezouten mening over. Ik hoop dat hij toch wel vragen van zijn atleten zelf ook heeft gekregen. Hé hey, uh, Guido, ik. Uh... Moet ik dit eens nemen, want de concurrentie doet het ook. Ja, precies. We gaan zo zoomen met voemen. Maar niet voordat we even nog een paar mensen op het schild en uh, hijsen. Een aantal nieuwe vrienden van de show. Vorige week niet gedaan in aflevering met Jan. Hoogste tijd om een paar mensen in het zonnetje te zetten. Mensen die naar vriendvandeshow.nl zijn gegaan en daar uh, slash slimmerpodcast. En daar een aantal koppen koffie hebben gedoneerd. Idealiter zelfs. Elf kopjes koffie voor een heel jaar. Dat heeft uh, Jetsen onder andere gedaan. En ook Remco hebben allebei geen achternaam. Sandra heeft wel een achternaam. Het was Sandra Warmels, die ook vriendin van de show werd. Ken werd het. Martin Schepers. Sophie van Wijngaarden. En ook Serge werd vriend van de show. En mocht je nou ook veel plezier beleven aan deze podcast. Wil je ons een steuntje in de rug geven? Ga dan naar vriendvandeshow.nl/slash slimmerpodcast. En voor vriend, idealiter voor een jaar. Want dan uh, betalen wij maar één keer transactiekosten. En met die plug gaan we maar eens even schakelen naar onze virtuele vriend Zoomen met Vroemen. We gaan zoomen met Vroemen. Zoom, zoom, zoom. Vroem, vroem. Guido, goedemorgen. Goedemorgen, Guido. Hey, goedemorgen. Hoe is met de stoelgang deze ochtend? Net als altijd, gewoon heel goed. <laughs> ja. Stabiel, de duimflora is rustig. Ja, Stabiel. Ja. Hè, twee keer per dag. Ja. Oh, welk flesje ja, ja, middelen voor? Heb jij opengetrokken vanochtend? Nee, ik heb eigenlijk geen flesjes in de koelkast staan. Pillen dan? Poeders? Ook, ook niet. Ik, uh, uh, eigenlijk heb ik gewoon uh, uh, genoeg vezels in de voeding zitten. Ah, okay. Veel fruit. Ja. Veel groentes. En uh, genoeg drinken. En eigenlijk. Uh, Werkt het voor mij prima. Prebiotica ben jij vooral mee. Hij bezig. is erg van de prebiotica ja. hebben wij ja. in deze aflevering. De hey, vraag klassiek plop. in zo'n aflevering is: Goh, Guido, wat raad dat jij wel. je atleten aan over ja. probiotica? En ik zei al, nou, ik heb er nooit wat over gehoord. Dus nou, uh... Ik kan me niet anders voorstellen dat er regelmatig een atleet bij jou aanklopt: van... Guido, ik, ik probiotica, van welke raad je me aan? Nee, kijk, dit, dit is ook niet standaard iets waarvan ik zeg dat moet iedere. Sporter, topsporter, wedstrijdgerichte sporter, per se gebruiken. Daar is de, ja, daar is de wetenschap ook niet zo eenduidig over dat dat echt voor iedereen mm -hmm. per se nodig is. Heb je nou wel een beetje problemen met, nou ja, maag-darmsysteem, dat soort zaken? Ja, dan moet je daar wel aan gaan denken. Denk, ja, misschien kan dat je wel iets helpen. Mm -hmm. He, dan kun je dat. Uh, maar ja, als ze als daar niet over beginnen. <laughs> dan begin jij er ook niet over. Ja, dan ga ik daar ook niet over, dan begin ik daar niet uit mezelf ook over van. Zo, hoe was het vandaag met scheiden? Nee, nee. En, <laughs> uh, maar ja, goed, het is de donkere periode, de, de snottebellen en de kuchjes ja. en de, de ja. keelpijntjes. Luchtweginfecties uh, dan. Ja, die, zijn, die zie je wel. Die kom ik natuurlijk wel. Ook al zeggen ze niet: ik heb nu een luchtweginfectie. Nou, maar... Ik heb al een paar keertje in de HV gezegd, zitten we met de keelpijntjes, zeiken. Ja, Voel me niet helemaal klopt. top. En, en dan zei je dus niet. Je moet probiotica nemen. Nee, zei hij niet. Hij neemt dat waar. En nee. dan, uh, ja, dan neem dan ik wat ik. gas vaak terug, of er zit er wat interval en Denk, nou lijkt me nou niet verstandig. Ja, ja. Um, maar dan, is het, dan kan het wel misschien uh, zinvol zijn om, om richting nou ja, de probiotica advies te geven. Om nou ja, dat is te gaan proberen. Op te kijken. Ja, het is altijd lastig daarmee. Hoor, want als je dan nou ja, niks krijgt. Is het dan da Komt het dan echt door de probiotica? Ja. En als je dan nou weer wel een, een verkoudheid krijgt, dan denk je, ja, dat werkt niet. Maar misschien heb je dan al een paar, zeg maar. Niet de gehad, de gehad die je anders ja. wel had kunnen ja. krijgen. Ja. ja. Hmm, lastig. Ja. En welke zou jij gaan aanraden? Of heb jij niet uh, een hele. Nee, daar heb ik niet een. Uh, ja, weet je, je bent niet het zijn de flesjes van de Jacoult. Ja ja dat is een merk wat eerder gevallen is dat is het enige wat we kennen die zin die hele ja maar je hebt ook gasten. zakjes je oh, hebt ja, ook sorry. van die zakjes uh, probiotica die je uh, gewoon op kunt lossen van diverse merken ja. die supplementen maken dus ja. dat ja. kan ook maar ik heb dat wel eens ook in mijn... In, uh, ja, in de voorgeschiedenis wel eens vaker wel eens gebruikt maar ja dat doe je dan een paar keer en dan denk je ja het is natuurlijk nou, nou heel anders weer uh, voel of of, uh, of Gezonder ben of uh, bepaalde dingen niet heb. Of, nou, dat is het lastige daarbij. Dus als, je als je geen idee hebt dat het je heel veel brengt. of heel veel helpt. dan stop je er op een gegeven moment weer mee. Ja, ja. dat is natuurlijk geen hele directe effecten. En het kost best wel wat uh, geld. En dus daar kan je misschien aan andere dingen besteden. Ja, maar ik ben toch, ja. want ja, zie jij. Ik, 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 ja, ik, volgens mij vertelde ik over Amerika, daar is het echt een, een, een miljardenindustrie. Nu, is Amerika natuurlijk wat De Amerikanen vaak wat gevoeliger hier ja. waarschijnlijk ook voor. Ja. Zeg maar, dat. Ja. Zie jij dan in, in het internationale atletenveld dat dat misschien toch wel. Uh, ja, voor Amerikaanse atleten die je tegenkomt. Of. Nou ja, wel wat normaler is dan wij zouden naar kijken. Of de wielerwereld, bij wijze van. Ja. weet ik eigenlijk niet. Ja. Nee, moeilijk. Nee, weet ik ja. eigenlijk niet. Ik vind het wel leuk, want. Nu benaderen we jou als coach en begeleider van uh, wedstrijdgerichte atleten, een mooie term. Even perspectief van de arts. Uh, altijd als we het over dit soort dingen hebben, wil ik ook graag weten. Uh, dokter, kunnen we hier ja. ook in overdrijven? Is hier nog een risico van overdosering of poep je dat dan gewoon uit? Is er ergens nog. Ligt er ergens een risico op de loer? Ja, risico, risico, ik denk als je heel veel daarvan neemt. Mm -hmm. He, dan krijg je natuurlijk eh, waarschijnlijk een beetje last van een te snelle stoelgang. Ja, want ja, dat gaat het lichaam dan vanzelf wel afvoeren. Ja, als je, dan krijg je wel hele dunne ontlasting. En dat is ja, een risico, maar dat is vrij lastig. Ja. Dus daar ja, heb je daar ook weer niks aan. Nee, exact. Dus dat is denk ik. Maar dat is nou het ja, mechanisme het wat een lichaam doet. Als er te veel bacteriën of iets in die dame niet goed is, dan gaat hij gewoon de boel eruit gooien. Ja, ja, als je overprikkeld wordt, dan, dan krijg je meer last van diarree, hè, buikloop. Ja, ja dat uh, is niet lekker. Dan vind ik wel misschien een interessante vraag over... Ja, atleten die aan de antibiotica moeten... Ja, dat, dat geeft goeie. natuurlijk wel een behoorlijke vertraging uiteindelijk... Ja. ook weer in het... Uh, of een langer herstel. Uh, ja, hoe, hoe, wanneer uh, ga jij dat voorschrijven of zeg jij... nou, is prima om dat nu maar eens te gaan nemen? Ja, als we antibiotica-kuur hebben... Eigenlijk wil ik dan uh, standaard ook dat ze probiotica nemen. Hmm. Aha, uh, pro en anti. Ja, oké. Okay. Nou, het klinkt een beetje uh, logisch, maar ja. kijk, de antibiotica-kuur die, die krijg je omdat je ziek bent, omdat je een bacteriële infectie hebt. En die bacteriële infectie moet geremd worden. Ja. Uh, die wil je stoppen um, om weer beter te worden. Maar die antibiotica is niet alleen maar tegen die slechte bacterie. Die maakt ook de goede dood. Dus daar. Ja, daar ga je in, uh, uh, in de goede bacteriën ga je ook afnemen. Dus dan is het wel verstandig om dat aan te vullen. Ja. Oké. Okay, dus en is dit reproduceerbaar een, uh, voor elke recreant en burger die, aan, ja. die sportend is en aan een antibiotica-keur moet? Ik denk het wel. Ja, oké. Okay, dus dat ja. is gewoon heel concreet advies. Ja, en dit ja, is dan een, kortdurend. Ja, ja, en dan heb je niet de voorkeur voor een bepaalde bacterie of een mix van bacteriën gewoon een potje... Probacteriën. Ja, en dan hebben we. In de slag. Probiotica is. is geleerd. Ver, hoe verscheidener, hoe beter, toch? Je moet een beetje ja. kijken dat er heel veel verschillende families in zitten. Waarschijnlijk is dat. Ja. 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 Of zijn heel veel verschillende of families. Of moet je, je poep opvangen. en laten analyseren. En ja, zeggen: ja, 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 hé, hey, ja, ja. ik wil deze. Uh, ik denk mix dat dat iets beter te weten. gaat. Ja. Ik denk zeker voor, uh, voor ons als gemiddelde sporters. Ik denk dat je dan gewoon. Um, uh, dat gewoon in de winkel kunt kopen met uh, een flesje met uh, verschillende families erin inderdaad, ja. en dat ja, gedurende één, twee weken nemen, zeker als je die kuur hebt, en dan uh, misschien nog een weekje langer, um, dat helpt je zeker weer om um, sneller um, je darmsysteem ook weer op, op peil te hebben. Want ja. die, als je kijkt, als je een antibiotica kuur hebt, Kijk naar de bijwerkingen. Dat is bijna altijd het maak-darm-systeem. Ja. Dat je daar ook last van krijgt. Ja, ja, ja. Ja, He, diarreeklachten zijn heel, heel veel beschreven. Die, die krijg je daar ook van. Helder. Mooie uh, concrete ja. tip wat we hier nog even meepakken. Zeker. Ja. Het is uh, vrijdag 8 december. Ik stap zo uh, op de boot naar Ameland. Voor uh, misschien Niet. wel uh, mijn, langste, mijn laatste lange race, uh, Guido. Nog één keer een halve marathon. En dan gaan we ons maar eens richten op 2024 voor kort en hard. <laughs> Toch? Ja. Vlammen knallen. Sorry, het wordt een harde winter dan. Ja, precies. Opleinen voor die uh, eerste divisie Triathlon. Ik vind het doodeng, maar ook wel motiverend. Uh, dat betekent dat wij uh, om op 21 afleveringen te komen in dit seizoen 8, nog uh, drie afleveringen te gaan uh, hebben. Waarvan er één klassiek natuurlijk onze eindejaars terugblik special is. Maar dan kijk ik even gauw op de planning. Die komt dan net op 5 januari uit. Hmm. Dus dan hebben we nog een kerstaflevering en een oude 29 december. Dat zijn nog twee reguliere afleveringen. En dan gaan we terugblikken naar de hoogtepunten. Kortom, alle luisteraars die nu kijken en luisteren, wil ik vast oproepen: Hey, wat is voor jou dit jaar een groot sportief inzicht? Een moment waarvoor je, waaraan jij 2023 altijd zal herinneren? Of iets wat je ons verder nog zou willen meegeven, zo aan het eind van seizoen 8 van de Slimmer Pesteren podcast. Want daarna zijn we natuurlijk een paar weken weer even op winterbreak... voordat we ons weer gaan opmaken op seizoen 9 en 10. Kortom, eh, we horen graag van je. Dat mag met een uh, voicebericht. Het liefst uh, maximaal seconden of dertig. Dat kan via het platform Vriend van de Show. Vriendvandeshow.nl slash slimmerpodcast. Of ook uh, schriftelijk, per tekst, mail, social media. Bijvoorbeeld op uh, LinkedIn zijn we de Slimmer Pesteren podcast... en op Instagram zijn we de Ad Slimmer podcast... Of je kan naar onze website www.slimmerpodcast.nl. Vind je van iedere aflevering een eigen uh, pagina. Daar kan je deze delen. Naar al je probiotica-fans en vrienden. Je diëtisten en alle anderen. En. Laatste kans voor de kerst, denk ik. Nou, er zit nog één week tussen, maar op een gegeven moment ga ik ook op vakantie. Nee, laatste kans voor de kerst. Als jij nog kerstcadeautjes wilt bestellen, dan uh, moet je ook nu even naar slimmerpodcast.nl/slash webshop. En uh, bestel daar even alle leuke cadeautjes die je nog wilt hebben. Dan krijg ik ze nog net op tijd op de post en bij jou onder de kerstboom. Of stuur ons een mail met jouw voicebericht, met jouw anekdote, met jouw moment. Of wellicht met je vraag of suggestie voor onderwerpen in het nieuwe seizoen, wat er over een aantal weken aankomt. Uh, dat kan via post.slimmerpodcast.nl. Mooi. Gaan we decemberweekend in. Op naar de kortste dag van het jaar, nog een paar weken. En dan uh, komt de zomer er allemaal ja. aan. Hè? Ja, leuk. Goed, Guido, dankjewel. Jou voor deze inzichten week, en belangrijke tips. Guido, Jurgen, hoi, tot volgende week. Tot volgende week. Hoi, hoi. hoi. Wat leuk dat je deze aflevering helemaal tot het einde blijft luisteren. Waar je, zoals je inmiddels van ons gewend bent, nog een tip krijgt om door te luisteren in ons rijke archief van meer dan 160 Tijdloze afleveringen Slimmer Presteren podcast. Jurgen, we hebben het gehad over probiotica. Waar zouden onze luisteraars nog dieper op de materie in kunnen gaan? Aflevering 9, want ja. daar hebben we het altijd over het darm, het microbioom, darmbacteriën en of er sportieve bacteriën bestaan en wat die precies doen. Poeptransplantatie. Poeptransplantatie, altijd goed, zeker. Ja, ja, helemaal in het begin al, aflevering 9, seizoen 1, waarom sla je darmen op hol en leer dus ook meer over de belasting van bijvoorbeeld hardlopen op darmen en de ja. klachten die er bij horen. Interessant, ik scroll even helemaal terug, heel ver naar aflevering 9.